In deze tutorial leg ik u graag uit wat een koude brugonderbreking is. Voorkom energieverlies, verleng de levensduur van uw Metaflex-deur en behoud van rendement van de vriesinstallatie. Bij een koude brug in een vriescel of bij de vriescel-deur gaat de koude doorslag verloren door slechte thermische isolatie. Behalve energieverlies zorgt de koude brug ook voor ijsvorming die lastig te stoppen is. De groei van ijs wordt namelijk steeds erger doordat de koude brug versterkt wordt door deze ijsvorming. Tevens zorgt deze ijsvorming voor slijtage aan de rubbers van de vriesceldeur of zelfs het vastvriezen van deze rubbers. Hierdoor ontstaat er weer lekkage, wat nog meer ijsvorming tot gevolg heeft. Tevens zal de automaat van de schuifdeur weerstand voelen en daardoor niet meer goed functioneren. Daarnaast zorgt een lekkende deur voor sneeuwvorming in de vriescel. De sneeuwvorming zorgt voor het aanvriezen van de verdampers, waardoor het rendement van de vriesinstallatie sterk daalt en dus meer energie nodig heeft om het gewenste resultaat te behalen. Al met al wordt dus duidelijk dat het bestrijden van deze koude bruggen van belang is voor het behoud van uw goed werkende vriesinstallaties en voor het voorkomen van energieverlies. Hierbij geldt, hoe lager de temperatuur in de cel, hoe groter het belang van de koude brugonderbreking. Maar hoe doet Metaflex dat dan? Om een koude brug te voorkomen, wordt een thermische onderbreking tussen de celwand en het kozijn van de vriesschuifdeur aangebracht. Dit wordt gedaan door achter het montagekozijn ongeveer 60 mm vanaf de vrieskant de staalplaat 5 mm te onderbreken. Deze onderbreking wordt zowel achter de staande stijlen als ook achter de volledige bovendorpel gemaakt. Door het aanbrengen van deze koude brugonderbreking kan er geen koude meer doorslaan en bespaart u de nare gevolgen. Ten slotte is het goed kitten van het vrieskozijn met siliconenkit aan de warme zijde een belangrijk onderdeel in het voorkomen van condensvorming richting de vriescel. Wilt u nog meer handige tips en tricks om de vriesschuifdeur met het kozijn op de juiste manier te monteren en af te stellen? Neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande link.